En ik hoop dat we dat samen hier ook wel kunnen vinden. Maar voordat we daarmee beginnen, is het misschien handig als Anna even vertelt wat cultureel erfgoed nou precies betekent. Ja, nou, dat is een heel breed begrip. Daar ga ik jullie nu niet mee vervelen. Als in, het is wel interessant, maar het is gewoon heel veel informatie. Dus ik heb het zo kort mogelijk geprobeerd samen te vatten. En opgesplitst. Je hebt cultuur en erfgoed, dat zijn twee aparte begrippen. Cultuur is eigenlijk alles wat door menselijk handelen is gemaakt. Ja, dus tegenover natuur kan je dat stellen. En wat erfgoed dan is? Erfgoed is eigenlijk, dat komt voort uit cultuur. En dat is een selectie eigenlijk van wat wij... We hebben allemaal onze roots in de Molukken, specifiek voor onze Aboeroe liggen. Natuurlijk zijn er ook verschillen en overeenkomsten tussen generaties. Ik zelf ben van de derde generatie. Anna is ook van de derde generatie. Maar we hebben ook genoeg mensen hier die zijn van de tweede en misschien ook wel van de eerste generatie. En wat wij hebben meegekregen van onze ouders, opa's en oma's, willen wij hier laten zien. Nee, wat bij jullie wel, alleen is het een beetje traag. Er zijn al 14 mensen die hebben meegedaan. Ik geloof dat we meer mensen in de zaal hebben dan 14 mensen. Mijn familie te ontmoeten. En misschien voor sommigen wel eens de eerste keer. Ik zou graag wat meer. En dat is de volgende vraag. Wat voor gevoel heeft u als u denkt aan Aboeroe? Dus ik zou graag willen vragen of iedereen zijn mobiel zou willen pakken. Naar de website menti.com wil gaan en deze code wil invoeren. En uiteraard houden we er ook rekening mee dat mensen niet een mobiel hebben meegenomen. En die gaan we een pen en papier geven. En als u zich zo vrij voelt om mee te doen, zou ik graag willen vragen of jullie misschien 4 woorden kunnen verzinnen. Wat voor gevoel u heeft als u denkt aan Aboeroe. Wees vooral niet bang, de antwoorden komen op het scherm te staan. Maar we zijn wel heel benieuwd waar jullie aan denken. En geen zorg, het is anoniem. Oh, zo. Kijk, er komen al dingen naar boven. Zou iedereen gezellig mee willen doen? We zijn hier samen. Er is iets wat ons verbindt. Kunnen we dat met elkaar delen? Hallo. Ik ga je even voorstellen en vertel de woorden... waar jij het meeste bij voelt als je aan Aboeroe denkt. Ik ben Isho Zmani, zus van Zmano. Toevallig ben ik in september geweest in Aboeroe. Ik heb opgeschreven familie, warmte, eten en gezelligheid. Dat waren mijn eerste 4 woorden die ook kwamen. Het is nog maar net september geweest, dus het voelt nog heel vers allemaal. Familie ging jou redden. Dat is heel bijzonder, hè? Want heel ver... De eerste generatie hier zijn overgekomen. En dat heeft wel binding met de roots eigenlijk, met ons vaderland. Dus je zegt eigenlijk dat we misschien breder moeten kijken dan in dit geval alleen Aboeroenees zijn, maar we zijn ook allemaal Molukkers. We zijn hier toegekomen, we hebben die historie. En dat speelt natuurlijk ook wel een rol. En als ik zo even misschien mag vragen, wat zou u graag willen meegeven aan de volgende generaties? Vooral onze tradities, onze gewoonten, wat we meegekregen hebben. Laatste keer, of tenminste maart, ben ik... Kunt u zich eerst voorstellen, excuus. Jazeker, ik ben Jolanda Sekia. Wil je nog meer weten? Graag, waar komt u vandaan? Nu uit Assen, maar mijn vader is Elseer Sekia en mijn moeder is Hermina Sekia Moal. Oké, kijk. En u heeft natuurlijk recent nog dus Aboeroe bezocht. In welk jaar was dat? Wauw. Zoveel familie. Naast wat ik in Holland had, had ik daar veel meer. En nu ouder, veel aan om dat ook nog in stand te houden? Nu wel. Kijk, nou dat is het belangrijkste.